Het Instituut voor Graduate Study and Research, IGSR, hield vandaag een seminar en gastcollege over de ziekte Alzheimer. De inleider was Fleur Christabel van Leeuwen, een neurowetenschapper met meer dan 150 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Van Leeuwen was bioloog en promoveerde in 1980. Volgens hem kent de ziekte van Alzheimer vele facetten en is uiterst complex. Wereldwijd zijn duizenden onderzoekers bezig de puzzelstukjes bij elkaar te zoeken. Dit betekent dat er voor de huidige Alzheimer-patiënten vrij weinig hoop is. Hij legt verder uit dat tegenwoordig de beginverschijnselen eerder vastgesteld kunnen worden met beeldvormende technieken zoals de MRI-scan. Met andere woorden, het vaststellen van een diagnose is sterk verbeterd, geeft hij aan. Een ziekte die aan veel factoren ligt, dat heet een multifactoriële ziekte. Maar bijvoorbeeld voeding zou er één kunnen zijn, maar ook stress zou er één kunnen zijn. En zo zijn er een aantal andere dingen. Het wordt vaak gezegd van, is het ziekte van Alzheimer erfelijk? Maar dat is maar in een heel klein percentage van de gevallen is dat zo. En de rest krijg je dat zomaar als je ouder wordt. Dus als je ouder wordt dan 65... En zeker als je ouder wordt dan 80, dan neemt dat exponentieel toe. Tot slot, de heer Café gaf het al aan. Met het ouder worden van de populatie wordt de kans ook steeds groter voor een tsunami dat mensen Alzheimer krijgen. Waarmee zouden we rekening moeten houden met het verouderen van de populatie hier? Ja, ik denk het begeleiden van de mensen, het vroegtijdig herkennen, is ook belangrijk. En daarmee kun je een hele hoop leed voor familie en vrienden tegengaan. En het, eigenlijk, ik zou voor Suriname zo zeggen, neem deze mensen op in de schoot van de familie. In Nederland is dat anders, want daar hebben we een andere organisatie. Daar worden de wat ouderen, werden altijd in verzorgingshuizen gezet, wat heel veel kosten met zich meebracht. Bovendien waren de mensen niet tevreden over de verzorging van de naasten. Dus wat je in Nederland nu ziet, is dat heet de participatiemaatschappij, dat dat ook weer teruggaat. Dus bijvoorbeeld als je een groot huis hebt met een stuk grond, maak dan een klein huisje in de tuin en laat ze daar wonen dan en verzorg ze. Aldus de neurowetenschapper Fleur Christabel Leeuwen. Hij was vandaag de inleider bij het seminar en gastcollege over de ziekte Alzheimer, georganiseerd door het Instituut voor Graduate Studies and Research.